Ja, ik heb hem niet tussen mijn spaken laten komen. Oh. Ik ben niet over de kop heen gevlogen. Ik heb een ketting er nog op zitten. En alles is gewoon heel gebleven. Barrasso's. Die logo zegt steek er niet. Ja. Steken we ook echt aan, hè? It's number one. Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. We zijn wel Palau. Echte funken. Snippet lekker. Ik ga zo'n challenger doen, ik ben benieuwd. Oh. Jeroen. Meneer Koet gaat hier levensgevaarlijk doen. Ja, even traditie, even barrachootjes werken. Ja. Nog eentje. Dat zijn hier met vier stappen, man. Ja. Zo, we hebben traditie hier ook weer gehad in Valencia. Dat is allemaal tegelijk doen. Ja. Nou, leg ze neer. Ja, laten we een heksenkringetje maken, of niet? Dag, hè, zo. Maar laten we ze iets midden op het plein doen, of niet? Ja. Ja, nee, die zijn kwijt. Nou, traditie ook weer gehad. Ja. Ja, in het begin vond ik ze erg leuk, die barrage. Nu is het tegen wat natuurlijk ook bij Zena vuurwerk krijgen. Ja, Zena heeft het gewoon kapot gemaakt. Ja, Zena heeft het ook kapot gemaakt. Nou ja, net als mijn vrouw, als je 10 keer gehad hebt, heb je het ook wel weer gezien. Ja, ik heb het elke keer weer een ander pakken. We laten Palau even voor wat het is, want we gaan even naar een vuurwerkshowtje. We passeren in één keer een vuurwerkwinkel. Vorig jaar zaten we daar met het hotel, maar is me niet opgevallen dit winkeltje. Voor mij is hij nieuw. Kijk, zo veilig zijn die mensen hier in Spanje met vuurwerk. Allemaal traditionele spullen. Ja, velo's zijn natuurlijk vlinders. Hetzelfde als al die andere winkels ook hebben. Niet aan mij. We hebben hier ook nog een etalage gemaakt met wijn. Vissengraatjes kennen ze hier in Valencia dus ook. Ik heb alleen even een paar van die balletjes meegepakt, die vind ik leuk. Dan passeren wij hier het beroemde park. Want hier woont die Spaanse zure kut. Maar we zien er vandaag niet. Helaas. Wel andere kutjes. We zijn iets te vroeg, meneer is nog aan het opbouwen. Een paar stangetjes eronder en dan gaan al die vlindertjes omhoog. Sorry, al die vlinderbommen gaan omhoog. Er worden nog wat blokjes bij gezet. Dit is de finale zo te zien. Dat is 1-1 seconde, gaat het de lucht in. Vuur komt hier gewoon uit de vlammenvlak. Ik ga mijn introotje opnieuw maken. Dat was hier zo. Haha! Thank you.
Mooi start van een potje was dat. Daar gaat hij dan. Dit ziet er heel interessant uit. Hij was langzaam maar goed hard hoor. Heerlijk wandje dit, mooi gemaakt. Raad zeker voor hem af. Salut cake. We zijn in de pannen. Gaan we wat anders? Dat was een aparte baratje, die kende ik niet.
Ja, toch wel van tijntje. Boom. Boom. Ja, kijk, ja, boom. Ja, dat hebben we. Ah ja, toch boom. Vandaag heb ik geen geluk. Geen vurk in de bomen meer. De vurk is een beetje op, hoor. We laten het palau even wat het is, we gaan even naar een vuurwerkshowtje. We zijn op het Stadhuisplein aangekomen. Daar wordt dadelijk de show geschoten in dezelfde kooi waar de Maskeletersmiddag is. We kunnen gelukkig nog een trein op. De volgende show die we gaan doen is al begonnen, je hoort het al vrij. Maar het eerste gedeelte van die show is alleen in de kooi bij Rassen gekomen. Het is een palazzo, alleen hadden we een kooi eromheen. Vuurwerk is licht op lampen, zeggen we dan. De wolken schieten door die was geleden in daar. Dat is jammer, het is graag dat je in de weg hangt. Probeer er een beetje mee te doen.
die shows. Dat zou je in Nederland niet zien, dat ze staat te klappen voor je met de auto nu. All at once, Connor des Kraka of zo. Moesse vond het leuk. Voornamelijk voor die fluit die ertussen zit. Oh nee mensen, ik heb COVID. Nou, we zijn uitgeknald. Alles vuurwerk is op. En ik ben ook op. Ik ga naar het hotel. We hadden nog wat confetti shooters. Of tenminste, dat zijn pingpongbal shooters. Ja! Het kwam je gewoon tegen de muur aan en dan valt het gewoon op de grond. En dus geen tweede keer. Kijk, in principe heb ik hem weer gevuld. Het doet geen tweede keer, maar het doet ook. Ja, we zijn kind in huis deze week hier. Daar zijn we weer. Kijk, daar komen we voor. Baracho 12. Dat zijn ze. Hij had erop gescheept of zo. Ja. Heb je... ja, meer zakjes? We hebben wat te bikken pakken. We krijgen een patatje Chinees. Ik krijg twee stokjes erbij om te eten. Maar we zijn hier even gaan zitten om te laten zien wat we uiteindelijk dus gekocht hebben. Baracho nummer 12. Baracho's. Die leuk om zeg steek er eentje aan. Juan, toma! Choche! Steek hem ook echt aan, hè? Dat is helemaal gek. Tussen spuur was het drie in de fik. Ja, de gria maar grande. De patata, pyrotechnica, vuurwinkeltje. Dan gaan we even stoppen. Hier hebben ze een leuke decoratie. Kijk eens, een prachtige piano, orgel, keyboard, dit is het. Maar we kunnen nog niet naar binnen. We moeten even wachten, want dan kunnen we zoveel klanten tegelijk naar binnen. Eindelijk hebben we al pijlen te pakken, maar zoals helaas niet allemaal. Dus we hebben die en die. En we hebben deze. Ja, dat lijkt op die, maar het was het niet, zei het meisje. Maar ja. Nou, de rest hebben ze gewoon andere dingen. Wat ze overal hebben. En toch zijn we nog wel uit aangekomen. Ja, ik heb hem niet tussen mijn spaken laten komen. Oh. Ik ben niet over de kop heen gevlogen. Ik heb een ketting er nog op zitten. En alles is gewoon heel gebleven. Laat dan maar aan de vakmensen over, toetje. Ja, kijk, maar staat ook achterop. Uw monteur. Oh ja, hier waren we natuurlijk nog even gebleven. Voordat die man hem afstak midden in een drukke winkelstraat. Categorie 2. 6 stuks in een pakje. 348 gram. Dit zijn de grootste die je op dit moment kunt krijgen. Voor mij waren ze alleen nog wel eens wat groter. Maar dan moet je even de oude video's bekijken op Extreme Rides. In ieder geval, dit is wel interessant. Kijk, er staat hier hoe je moet gebruiken. Dus je moet aan een hekje vastmaken. Vaststepen, aansteken en afstand bewaren. En niet zoals iedereen dus doet, gewoon losgooien. Dan beginnen we met de kleintjes. De meest interessante, klasse 3. Zie je dat? 75 gram. En ook hier op de verpakking, niet in de hand houden staat er. En dan CC in een fles of in een buis en dan de lucht in jassen. Apart. Maar ik ben benieuwd waarom ze klasse 3 zijn dan. Want het zijn geen knalpijlen, het zijn sierpijltjes. Ze zijn maar 12,5 gram per stuk. Ik ben benieuwd naar deze. Of het wat is. Dan deze monsters, Flash Royo. 5 stuks in een pakje, zakje, Tirador Trueno. Van het merk Platon. En even kijken hoeveel gram hier allemaal in zit. Klasse F3, ja dat geloof ik wel. 210 gram, verdeeld over hoeveel pijltjes? 5, dat zei ik net. Is dus 42 gram per pijl. Nou, dit zijn wel goede laminepijltjes, zeg maar. En kijk toch hoe lang die stokken zijn. Ja, erg lang. Die zijn dikke meters, niet langer is joh. En dan tot slot de gekleurde, ook klasse 3 deze. 260 gram.
En verdeeld over 5 raketjes. Is 52 gram per pijl. Ik ben benieuwd. En ook deze vuurpijlen komen gewoon bij Platon vandaan. En hoe goed deze pijlen zijn, dat zien jullie in de volgende aflevering weer. Ook gaan we natuurlijk weer terug naar Palau. Gaan we weer heel veel hard vuurwerk afsteken. En gaan we naar de grote eindshow die geschoten wordt altijd in maart tijdens Vallas in Valencia. Tot de volgende video, mensen.